Drink, drink, drink. Goedemiddag, Liesbel Nederlands. Vandaag ben ik klantenservice-medewerker bij Leaseplan Nederland. Nou ga ik er vandaag achter komen wie er achter die telefoon zit. Ja, dat weet ik eigenlijk wel. Dat ga ik zelf zijn. Ik ben buren gluren. Hey, goedemorgen. Hi, ik ben Lanneke. Ga weer Leaseplan. Wat gaan we doen vandaag? Nou, ik ga je vandaag eigenlijk een beetje meenemen in de customer service bij Leaseplan. En dan ga ik je daarna een klein beetje inwerken om zelf aan de slag te gaan. Ja, laten we nou beginnen. Gaat helemaal goed komen. Yes. Doe maar. Hier zitten? Ja, lekker. Hey, wat is nou de allerraarste vraag die je ooit gehad hebt? Ik denk dat toch dat het is, er brandt een lampje op mijn dashboard, wat moet ik doen? Ik moet nu zelf een telefoon daar gaan bemannen natuurlijk. Ja. Dan moesten wij nog even gaan oefenen. Zeker. Gaan we even een rollenspel spelen? Ja. Drink, drink, drink. Goedemiddag, Liesbel Nederlands. Ja, goedemiddag. Ik spreek met Kees Haak. Hoi Kees. Ik sta hier op de A5. Staat u nog op de A5 of staat u al naast? Ja, en ik sta erop. Ja, die ANWB-gasten die staan hier, ik heb een lekker band, maar die moeten met de tengels van mijn auto afblijven. Ik wil gewoon dat er een Tesla-team nu deze kant op komt. Nee, heeft één moment. Gaat Tesla wel naar de snelweg toe? Nee, bij ons is het zo dat het altijd via de hulpverlener loopt. Oké, meneer, bedankt voor het wachten. Ja. Even overleg, ze komen niet naar het punt van pech zelf, omdat dat de ANWB doet. Nou, ik wil gewoon dat het binnen nu een uur opgelost is, het liefst ja, dan zou al. Ik de man van de ANWB even zijn werk laten doen. Hier wordt de kast nog niet mee geholpen, dus je inzet wordt gedaan. Op de A5. Wel een tip die ik je wil meegeven, geen wat jij deed, was het probleem nog even benadrukken. Dat miste ik, de empathie. Ja, dit is jouw werkplek. Dit is inderdaad de werkplek. Je wordt gebeld. Hoe neem ik de telefoon op? Ja. Goedemiddag, Liesbel Nederland met Lonneke. Kijk, u bent net langs de garage geweest, zegt u, en daar hebben ze tijd, maar ik kan niet een afspraakplanner vinden. Dit krijg je als alle garages hun planner hebben dichtgegooid. Meneer, wat ik zie is dat inderdaad afspraakplannen nu voor morgen niet meer mogelijk is. Het is belangrijk dat je voor dit beroep stressbestendig bent. Empathie kunt tonen, denkt in oplossingen en dat je communicatief heel erg sterk bent. Dat je heel veel contact hebt met allemaal verschillende soorten klanten. Je zou hem in dit geval zou hem kunnen helpen door een afspraak in te plannen voor een andere dag. Ik heb eventjes gekeken. Helaas kan ik voor morgen geen afspraak meer plannen. Ja, mag ik bij een andere garage? Nou, dat vind ik heel fijn, meneer. Dank u wel. Gaan we die afspraak nu plannen. Yes, oké. Dag meneer, fijne dag. Doei. Ik zat echt heel meteen, dus daar stond een krom. Ik vind het heel leuk dat iemand met een probleem belt en dat je dan samen naar een oplossing gaat zoeken. Nee. Heel erg bedankt voor vandaag. Geen probleem. Ik ga er vandoor. Helemaal goed. We bellen. Yes.